We gaan nu kijken wat je als verkoopster van de slager moet doen. Nou, ik heb net al even een blik naar binnen geworpen. Ik zie vlees, maar echt heel veel vlees, hè. Volgens mij moet je er echt van houden, wil je hier werken, want anders hou je het niet vol. Nou, dan gaan we dan. Hey, ik ben Joël. Hallo, Rosalie. Hey Roos, jij staat eigenlijk de hele dag met je neus een beetje boven al het vlees. Is dat niet naar? Nee, dat vind ik helemaal niet naar. Dit zijn allemaal mooie producten om lekkere spullen mee te maken. Dus dat vind ik juist heel erg leuk. Oké, maar hoe kom je hier dan terecht? Ik kom uit de slagersfamilie en het is bij ons traditie om te helpen. En ik ben het eigenlijk blijven doen. Vind je niet een beetje vies als je in de koeling loopt en je ziet bloed en het plakt op de grond? Nee, helemaal niet. Het komt natuurlijk wel eens in de koeling en het is daar wel wat kouder. Maar dat gebeurt niet heel vaak en er ligt geen bloed op de grond, want het gaat over eten, dus we moeten juist heel schoon werken hier. Ik zie hier allemaal verschillende soorten vlees liggen, maar wat verkoop je eigenlijk hier dan? Nou, we verkopen inderdaad meerdere soorten. Mm-hmm. Het is bij ons te scheiden. We hebben hier varkensvlees, een stukje verder hebben we rundvlees, kip, geit en lam. En helemaal in het begin verkopen we beleg. Dus het is ook nog alles wat. Ja, dat hebben we ook nog. En moet je ook nog andere dingen weten van het vlees voordat je het aan de klant verkoopt? Nou, het is natuurlijk wel handig om te weten hoe lang iets bereid moet worden en wat de beste manier is om dat te doen. En zodat de mensen optimaal gebruik kunnen maken van de producten. Oké, nou, dus het klinkt eigenlijk best wel simpel, toch? Ja? Nou ja, dan mag jij de eerstvolgende klant helpen. Oké. Goedemiddag meneer, kan ik u helpen? Ja, ik wou, dat is rippensoep geloof ik, hè? Waarmee kan ik het klaarmaken? Kan het ook voor de soep of zo? Voor de soep? Ja. Jij hebt geen idee? Ja, dit kan heel goed in de soep. Dan kunnen we voor je kleine stukjes snijden. Ja. En dan is het zowel kracht van het been als, als het vlees. Oh, geweldig, lekker in de soep. Geweldig. Wat is dit allemaal? Dat is zoutvlees. Waarmee wordt het gemaakt eigenlijk? Ik denk met zout. Ja. En waarvoor gebruik je dat allemaal? Om het zout uit je lichaam te halen. Nee. Zoutvlees moet je koken, ongeveer anderhalf uur, om het zout eruit te trekken, juist waarmee het geconserveerd is. Ze hebben ook wat moxalesi geloof ik. Moxalesi kan ook. Oh ja, dat is lekker. Hè? Het is allemaal mogelijk. Nou, geweldig. Okay, ik geef toe. Het is mij echt iets te moeilijk. Je moet er echt wel veel van weten, volgens mij. Maar zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden of die je moet kunnen? Nou, je moet natuurlijk af en toe het vlees verwerken, wat kleinere stukken maken voor de mensen. Okay. Dus dat moet je kunnen doen. En je moet vriendelijk zijn, sociaal. Dus, ja. En wat maakt deze baan nou echt leuk? Nou, wat echt leuk maken is het contact met de mensen. Je hebt vaste klanten waar je dus, die je vaker ziet en dat is gezellig. Je kan met hen praten over wat ze met bepaalde producten gaan doen of wat ze er beter mee zouden kunnen gaan doen. Je ziet seizoensveranderingen, in de zomer barbecue mensen veel. Dat is gezellig om mee te werken. Nou, dat geloof ik graag. Hey, nou, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En werk ze nog, hè? Ja, je kan hier eruit als je wil. Oké, doei. Doei. Dan dacht ik dus dat het helemaal niks was om elke dag weer te moeten werken met vlees. Maar zo simpel is het niet, hè. Je moet er best wel wat van af weten. En je staat elke dag in contact met heel veel verschillende soorten mensen. Best gezellig, toch?